De MS Contactweek is een hele leuke, gezellige, spontane week waarin mensen allerlei mogelijkheden krijgen tot activiteit, tot bewegen, tot genieten, tot lekker eten, tot ontspannen. Eigenlijk is het alles bij elkaar een fantastische week. Wat wij bieden in de Contactweek is dat er één op één zorg geleverd kan worden door middel van allemaal vaste vrijwilligers die al jaren met ons meegaan. Een groep van fantastische vrijwilligers, mag ik wel zeggen. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat ze een stukje ontspanning krijgen, maar ook een stukje, ja, toch ook een stukje positiviteit weer meekrijgen. Qigong betekent letterlijk werken met energie. Mensen met MS zijn gauw geneigd om passief te worden, omdat ze pijn hebben. En door in beweging te komen, zullen ze zich toch lekkerder gaan voelen. Nou, ik denk als je MS hebt, dat je gauw geneigd bent, als je pijn hebt, klachten hebt, om dat weg te willen duwen. En het is juist belangrijk om dat ruimte te geven. En te gaan voelen waar heb ik het meeste pijn. En dan daar met de ademhaling naartoe te gaan. Voor mij is Qigong eigenlijk zoiets als ochtendgymnastiek doen. Het is lekker in de buitenlucht en we hadden mooi weer vanmorgen. Een zonnetje en zo. De mensen die deze week doorbrengen zijn wel mensen met een lichte tot eigenlijk wel vrij ernstige beperking. Vandaar alle verpleegkundigen en verzorgenden mee. En die we dan toch een hele leuke week kunnen bezorgen. Dat je nou MS Fonds wil met deze contactweek ook wel bepaalde dingen meegeven. Het in beweging blijven, het stimuleren van zelf activiteiten bedenken, aangeven wat ze graag zouden willen. Ik wil graag winkelen, dan gaan we winkelen. Gaan we vrijwilligers erbij zoeken en dan gaan we lekker op stap. Soms helpen we de mensen uit bed, wassen, aankleden, vanzelfsprekend, zo nodig helpen met eten. Nou, wat ik vooral heb geleerd, dat je iedereen in zijn waarde moet laten en dat het heel belangrijk is dat ze alles zoveel mogelijk zelf mogen blijven doen. Ik ben als verpleegkundige natuurlijk ontzettend gewend om dingen over te nemen. Dat zit nou eenmaal in de verpleegkundige en dat is nou juist wat je niet moet doen. En dat weet je, natuurlijk weet je dat, maar tijdens zo'n dag ervaar je dat nog eens dubbel. En je hoort het ook terug, je hoort het ook van ze terug. En ja, dat vind ik heel erg mooi. Zojuist ging een van de deelnemers in bad, in het wellnesscentrum. En dat is niet zomaar een bad, het is echt een bubbelbad met speciale verlichting. Een hele mooie rustige omgeving, rustige muziek. Ze moest met een tillift in bad, dus dat is best een heel gedoe denk ik voor haar. Ze vond het ook heel vervelend om met die tillift te gaan. En ze heeft zich toch wel daaraan overgegeven. Ja, en ze zakte in dat bad en je zag ze zo vreselijk genieten. En ja, dat is natuurlijk gewoon geweldig. MS Contactweek is eigenlijk een zeer rijkelijk gevulde week. Het leuke is het ontmoeten van ook mensen met MS. Ontspannen programma, rustig programma. Van voetmassage tot wat innerlijke ontspanning. Ja, en dan zo'n prachtige ruimte als hier erbij is. En het is letterlijk een wellness aanvulling in het geheel in deze week. En ja, dat voelt aan als een warm bad. En even dat moment
heerlijk in een warm bad, hoofd leegmaken, alles van je afgooien. En draai aan de knop en alles spoelt lekker van je af en alles is weg door het putje. Alle spanning verdwijnt door het putje en je komt er herboren weer uit. Ik denk dat de activiteit klootschieten alleen al de naam de beweging in gang brengt. Waardoor mensen plezier hebben van nou, ik ga klootschieten, wat het ook mag zijn. En dat je dan de bal veel verder kunt gooien dan je eigenlijk voor ogen houdt. Dus het is een leuke activiteit met een hoop humor. Kun je de beweging stimuleren. Je gaat veel dingen samen ondernemen en zoals daar straks met dat kloot gooien wordt het. Ja, en dan kun je zien van dan denk je, ja jeetje, kan ik dat nog wel met mijn armen? Hè? Ik heb dus ook een gebroken arm. Nou, dan ben ik toch een derde geworden. Dus zo zie je maar weer, hè? Onvermoede kwaliteiten iedereen. Je kunt nieuwe contacten opbouwen hier, mensen die je nog niet kent. Dan maak je wereld wat groter. En ik krijg hier een soort van geborgenheidsgevoel vandaan. Dat geeft mij een veiligheid. En dat inspireert wel. Mijn wel. Het is hier goed. Dat is een beetje het idee hier. Het is goed.